De grote Sint-Eloïsprijs in Ruddervoorde is nog een echte kermiskoers, maar kan toch op een leuke bezetting rekenen. 137 renners sterk is het deelnemersveld, met Jo Plankaert en Nico Matan en diens boezemvriend Frank van den Broeke als voornaamste blikvangers. Samen met nationaal kampioen Tom Steels. Steels behoort ook tot de eerste ontsnapping van de dag. 18 renners kiezen in de tweede ronde al het hazenpad. Na Steels zijn de belangrijkste namen die van Michel van Haken, Gorik Gardijn, Max van Heeswijk en Bart Voskamp. Een veelbelovend groepje, maar het feest gaat nog niet door. Iets voor halfweg komt er een tweede keer opschudding. 10 renners krijgen een vrijgeleide van het peloton. Dat peloton laat zich even in de warme zon inslapen. Het verschil loopt op tot boven de 3 minuten, niettegenstaande de spoeling vooraan eerder dun is. Bert de Waele, Geert Omloop en Jeroen Blijleven zijn de bekendste namen. De andere 7 zijn eerder onbekende Duitsers en Nederlanders, genre Gelito, Lokran, Redenbach en Nicolai. Bankgiro Loterij heeft spurter Jeroen Blijlevens vooraan en legt de wedstrijd lam. Pas in de slotfase komt er nog wat reactie, maar de kopgroep wordt niet meer bedreigd, wel uitgedund. 6 man blijven erover vooraan en dat vooral onder impuls van Geert Omloop. Begrijpelijk, want die wil niet met Jeroen Blijlevens naar de streep. Verder behoren ook Sebastian Matoza, Bert de Waele, de Australier Glenn Chadwick en de Duitser Paul Redenbach tot de laatste der Mohikanen. Het komt toch tot een sprint met die 6 en daarin is Blijlevens uiteraard de snelste voor Omloop, Matoza, de Waele, Chadwick en Redenbach. Enrico Nicolai blijft nog net uit de greep van het peloton, waarvan Matty Pronk de snelste is. Sinds 3,5 jaar is het weer de eerste overwinning. Dus dat doet deugd. Je bent de hele dag attent vooraan gezeten, hè? Ja, ik heb 5 weken niet gekoerst. Omdat ik de ploeg vond dat ik niet goed genoeg was. Dus ik heb 5 weken lang hard moeten trainen. Ik heb er alles aan gedaan. Ik wilde laten zien dat ik wel goed was. En, ik denk dat we binnen gesproken hebben.